Yo, de gast, en welkom bij een nieuwe aflevering van Never Ending Glory. Vandaag is het zover, de Ultimate Team of the Season SBC. Ik hoopte al heel erg dat EA erin ging releasen, want er zitten waarschijnlijk allemaal goede spelers in, dacht ik op dat moment. Ik had een paar Team of the Season spelers alvast gekocht, of niet verkocht, laat ik het zo zeggen. Zoet die we uit de SBC kregen voor de Rest of the World dingen die jullie niet hebben gezien. Maar hij is op dit moment wel wat duurder, wat chill is. En we hebben ook nog deze Lecomte die we hadden gekocht, maar niet hebben gebruikt. Die is gestegen. Misschien dat ze nog meer gaan stijgen, omdat je ze over de periode misschien vaker nodig gaat hebben. Maar ik denk dat wij ze zelf nodig hebben voor de volgende Ultimate Team of the Season SBC, die we natuurlijk ook gaan doen. Een blauw duimpje zou super tof zijn. Je kan ook abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Ik ga proberen nog een paar afleveringen vooruit op te nemen voor als ik naar Los Angeles ga over een paar dagen. Dus het kan zijn dat jullie, als ik die week weg ben, wel video's zien, maar misschien wat minder dan normaal gesproken, omdat ik dus weg ben. Dit is op dit moment ons team. We hebben Ruudje Vormer van Rest of the World toegevoegd. Dat had ik al verteld de vorige aflevering. Luis Gustavo en Thiago Silva hebben gepakt. Bailey hebben we gepakt. Bill hebben we gekocht voor 400.000. Toen zakte hij op een gegeven moment tijdens echt een hele flinke crash terug naar 250.000. En nu zit hij volgens mij weer over de 350.000 heen, als ik het zo zie. Yes, dat is mooi. Dat betekent dat hij weer iets omhoog gaat. En voor de rest, ja. Ons team is best wel top. Wat voor spelers hoop ik te krijgen uit die Ultimate SBC? Ik ga eventjes kijken welke spelers er allemaal op dit moment zijn. Er zijn er best wel wat die in ons team zouden kunnen passen. Maar er zijn ook best wel wat spelers die daar helemaal niet in zouden passen. En ik hoop natuurlijk dat we de spelers krijgen waar we wel iets mee kunnen. Dit zijn de spelers. Ik laat ze nu eventjes in de screenshot in je scherm zien. We gaan er even doorheen. Kijk, Ronaldo, Messi, Salah, Neymar, Dybala, Lewandowski. Allemaal top. Suarez ook. De Gea ook. Aguero ook. Cavani weet ik niet. Immobile ook niet. Kroos weet ik ook niet. De Bruyne weet ik ook niet. Hummels, Ramos wel. Kane, Fekir. Ja, eigenlijk zijn er niet eens zo heel veel spelers die wij echt een plek in ons team zouden kunnen geven. Zonder daar heel veel voor op te ruimen. En we hebben niet heel veel munten. Omdat we dit een beetje zo hebben gebouwd dat we al onze munten uitgeven. Stel we pakken een goede rechtsmidden. Kan ik eventueel Bill verkopen. En dan daarmee het team weer gaan aanpassen. In ieder geval, ik heb het team al klaargezet voor de SBC. Dit is niet het enige van de aflevering. Ik ga morgen gewoon verder met dit opnemen. Dus dit is alleen de beginsectie. Alleen, ik kan nooit wachten als er zo'n SBC is. Dan kan ik niet wachten om dat pas volgende dag pas om te doen. Dit zijn de spelers die ik ga inleveren. Luis Alberto, ik heb er maar 2 wedstrijden mee gespeeld. En Lamar, heb ik wel wat wedstrijden mee gespeeld. Maar die gaan allebei geen plek krijgen in ons team nu. Eerst dacht ik erover om Marcelo in te leveren. Maar misschien kunnen we die Marcelo nog met Gustavo en Thiago Silva linken op een ander moment. Dus zou het niet handig zijn als wij die gaan inleveren. Oké, ik heb hier best wel veel zin in, jongens. Ik heb hier best wel veel zin in. Want het kan zijn dat wij op dit moment onze beste Team of the Season gaan packen. En ik hoop dat we ook daadwerkelijk iemand krijgen die goed is, die erin past. En niet iemand waar we een plekje van de bank voor moeten vrijmaken. Kom op. Yes. Argentijns. Ja. Spits. Yes! Ja! Kijk, dit vind ik dus echt heel erg geweldig. Dit vind ik helemaal top. Sergio Kun Aguero, yes! Dit is een van de beste spelers die je kon krijgen natuurlijk. Je hebt Ronaldo en Messi en Neymar en Dybala die misschien beter zijn. Maar voor de rest vind ik Aguero echt fucking goed. Hij kan namelijk ook op centraal van de middenveldpositie. Yes! 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 Let's go! Kom op! Oké, het team kunnen we gaan omgooien. We kunnen Aguero gaan toevoegen. Maar yes, hier hebben we echt heel veel geluk mee gehad. Let's go. Laat hem daar gewoon gelijk in gaan zetten. Ik heb Ruud voor me nu natuurlijk op de spitspositie. Maar Aguero, kijk, we kunnen hem op de in de spits gaan spelen naast Larsson. Maar dan zou Bill weg moeten gaan. En Bailey zou ook weg kunnen gaan als Aguero op kamp spelen. Oi. Oh, dit is perfect. Ik ga in ieder geval nog eventjes wachten met het team omgooien. Oh, kijk hem. Oh, ik ben echt blij hiermee. We gaan nog even wachten met het team omgooien tot de volgende Ultimate Team of the Season SPC er is. En dan kunnen we gaan kijken hoe we het team daarop gaan aanpassen. Maar Aguero, ongekend. Yes, 97 Aguero. Oi. Dit is lekker, zeg Gerard. Dit is heel erg lekker. Ik check jullie volgende ochtend. Of voor jullie, zeg maar 2 seconden later in de video. Maar voor mij is dit dan de volgende ochtend dat ik verder ga. Yes, niet een paar seconden of een paar minuten of een paar uren of een paar dagen later. Nou, letterlijk wel een paar dagen later. Het was niet de volgende dag. Ik heb dit op zondagavond opgenomen aan het begin. En nu is het inmiddels dinsdag, dus 2 dagen later. En het tweede pakketje, het tweede Team of the Season SBC pakketje van het Ultimate Team of the Season gaan wij straks openen. En dan is het eigenlijk bijna zo goed als klaar met de Road to Glory. Ja, je hebt niet zo heel veel video's gezien de afgelopen dagen. Dat komt omdat er natuurlijk niet zo heel veel te doen is. Op FIFA is eigenlijk 1 ding te doen en dat is World Cup Mode. En daar ben ik oprecht. Ik heb het heel erg geprobeerd leuk te vinden. Niet heel groot fan van.
van. Ik vind het wel lachen, maar ik ben er niet een hele grote fan van. En ik vind het eigenlijk leuker om nog steeds de DKT, dus Daily Knockout Tournament, te grinden voor bijvoorbeeld zo'n De Ligt, dan om World Cup dingen te spelen. En het heeft eigenlijk een paar redenen. De World Cup is naar mijn mening een beetje broken. Dat blijkt ook wel omdat er nu bekend is dat er een bepaalde glitch is die een Nederlandse YouTuber heeft geüpload. Ik ga dat verder niet promoten, want ik weet dat je daar echt flink mee in de problemen kan raken als je zulke dingen gaat uitleggen. Dus laat mij in ieder geval zo ver mogelijk erbij uithouden. Je handen er vanaf. Ik kan wel zeggen, het is Jordan Vives later, die had er een video van gemaakt. Als je dat zelf wil weten. Ik zou het persoonlijk niet doen, want je kan geband worden, maar boeit dat je nu wil. Kijk zeker die video. Het zorgt er in ieder geval voor dat er een manier is hoe je de World Cup kan spelen en dan tegen een tegenstander komt. En op het moment dat de wedstrijd begint, valt de verbinding weg, maar dan krijg jij je tegenstander allebei geen los ervan en een gratis 1 speler pakketje. Nou, dat geeft eigenlijk al aan dat er best wel wat dingetjes niet helemaal kloppen met de World Cup mode. En daarnaast vind ik het een beetje het grinden, wat ik zeg maar het leukste vind van FIFA, het echt het progressie maken. Vind ik niet zo goed op de World Cup. Dat komt eigenlijk omdat het en heel onoverzichtelijk is. Dus je kan niet echt verschillende teams maken. Of à la plakboek die teams allemaal zeg maar gewoon bijhouden. En het, bepaalde dingen zoals een draft. Ja, je moet er 15.000 munten voor betalen. We hebben niet zo heel veel munten. Kunnen we wel gaan doen. Maar je krijgt er untradable dingen voor. Dus ik denk ook niet dat het waard is. En zo kan ik wel doorgaan. De SBC's die ontbreken een beetje. Al is dat natuurlijk waarschijnlijk allemaal pas tijdens de World Cup dat die komen. Alleen ja, ik vind het niet heel denderend. En normale FIFA, moet ik heel eerlijk zeggen, dat is ook de gameplay die jullie nu zien, had ik ook een en al problemen mee. Het speelde heel raar, speelde heel vaag, spelers voelden heel traag aan, reageerden laat. Aparte doelpunten zaten er ook weer tussen. Maar goed, ik wil niet te veel gaan zeuren en gaan bashen op dit. Want dat is helemaal niet de bedoeling van deze video. Het is gewoon de bedoeling dat wij nog eventjes uitzitten. Tot er dus inderdaad straks misschien tijdens de WK... tijdens het WK meer dingen komen. Meer SBC's, meer spelers die je nog steeds kan vrijspelen in de DKT. En daarmee gaan we gewoon door en dat gaan we ook doen. En we hebben een beter team natuurlijk dan ooit. We hebben Garrett Bill toegevoegd, 92 Bill. Dat oprecht een van de beste finishers is die ik heb gebruikt dit jaar. Dat was bij de normale versie al, dus ik ben heel blij dat we die 92 konden toevoegen. Bailey gebruiken op CAM, goede speler. Zijn ongetwijfeld betere CAM's. Larsson, die gebruik ik ook nog steeds in de spits. Vind ik een hele fijne spits. Al denk ik wel dat er ook betere spitsen zijn inmiddels. Natuurlijk door alle Team of the Season kaartjes en wat dan ook. Luis Gustavo op CVM vind ik top. Thiago Silva vind ik echt een hele goede verdediger. Net zoals met Jerome Boateng in vorm vind ik ook een hele goede verdediger. Neuer, ik ben blij dat ik hem toch nog heb gebruikt dit jaar. Want het is echt voor mij in ieder geval de beste keeper die ik dit jaar heb gebruikt. Op allebei mijn accounts. Niet alleen mijn Rote Glory, maar aan mijn andere kant ook. Wat logisch is, want het is ook gewoon aan het begin van het jaar elke keer de beste keeper. Dus... ja, ik ga altijd een beetje uit aan de kaartjes aan het begin van het jaar. Je merkt het heel erg bijvoorbeeld bij Ruud Vormer. Die heeft nu een 93 rated Team of the Season. En dat is heel bizar, maar ik denk wel dat een inform Nainggolan of een normale Nainggolan misschien zelfs nog beter speelt dan Ruud Vormer Team of the Season. Ondanks dat er dus, wat is het, 7 ratings verschillen. 7 ratings verschil tussen zitten. Eigenlijk zit er dan 5 ratings verschil tussen met 87, 88, 89. Ja, 5 ratings eigenlijk, maar goed. Het lijkt altijd alsof de basiskaart een soort van beginpunt is. Het klinkt heel raar als ik dat zeg, maar Nainggolan is natuurlijk 86 geweten. Die heeft bepaalde traits, bepaalde specialities. Zo is het maar goed dat ik naar Los Angeles ga en dat mijn Engels even weer beter moet worden. Die hebben bepaalde dingen waardoor zij misschien iets beter spelen dan een normale Ruud Vormer, wat logisch is. En ik geloof nooit zo heel goed dat, ook al wordt zo'n normale kaart fysiek geüpgraded van Ruud Vormer, dat hij dan in de buurt komt van een Nainggolan of een andere aanvallende middenvelder. Ik vind dat altijd een beetje hard te geloven. Ik heb daar mijn twijfels bij. En dat heb ik bijvoorbeeld ook met one-to-watch kaartjes. Ik heb liever een derde inform dan dat ik een one-to-watch kaart koop. Die dan voor de derde keer geüpgraded wordt. Omdat ik een soort van idee heb van ja, oké, die inform die wordt zeg maar nieuw in het spel gebracht. En die andere wordt geüpgraded. En ik geloof dat upgraden geloof ik niet allemaal. Het is een beetje een wantrouwend iets. Maar ik heb tot dan de aantal jaar. En voor de rest geloof ik ook niet extreem veel in informs. Met die kleine verschillen. Tenzij ze. Nainggolan bijvoorbeeld. Ik had als Nainggolan's inform beter was geweest, had ik die gekocht. En op de plek van Ruud Vormer gezet. In plaats van Ruud Vormer. Maar het verschil tussen de Nainggolan en een inform Nainggolan is zo weinig. Dat ik niet denk dat die munten die je voor betaalt. Dat het bijvoorbeeld extra waard is. Dat is alleen zo als het bijvoorbeeld een position change zou zijn. Of wat dan ook. Maar inmiddels hebben wij Team of the Season De Ligt vrijgespeeld. Bizar goede kaart, maar ik denk dat ik nog maar inleveren bij de Team of the Season SBC die wij nu gaan doen.
Want het is namelijk zo dat als wij gaan kijken, ik heb het even een aparte selectie van gemaakt. Dit is bijvoorbeeld een team dat wij zo zouden kunnen inleveren. Als we gaan kijken naar de Team of the Season kaarten die ik in mijn club heb, dan zie je hier dat Zoet, wij hebben die gepakt. Die is inmiddels flink wat gestegen. Ik ben blij dat ik die kaarten had gehouden. Want door die Ultimate Team of the Season SBC zijn ze dus flink wat waard geworden. Marcelo, die kunnen we ook gaan neerzetten. Want wat het dingetje is, dames en heren. Dit zijn eigenlijk de Team of the Season kaarten die ik niet in mijn team gebruik. Silva, Bailey, Luis Gustavo gebruik ik in mijn team. En dat, deze gebruik ik allemaal niet. Nou, Aguero, die is, heb ik gebruikt. Nog geen doelpunt mee gescoord. Niet genoeg gebruikt. Elke keer als invaller. Dus kan ik nog niet echt over oordelen. Marcelo hebben we vrijgespeeld. Kunnen wij eventueel gaan linken met Luis Gustavo en Thiago Silva. Maar het probleem daarbij is dat je dan geen goede keeper hebt. Je hebt Lecomte, Team of the Season. Die schijnt echt heel erg slecht te zijn. En je hebt elke Braziliaanse keeper, Alisson, Team of the Season. Of Ederson, 87 in vorm. Ik denk dat er veel betere opties zijn. Dus Marcelo gaan we waarschijnlijk niet gebruiken. Vormer, die heb ik gekocht. Die is verhandelbaar. Voor 22.000. Die is nu 50.000. Maak wel de winst op. Als ik hem zou verkopen. Maar die ga ik dus niet inleveren. Saúl hebben we eerste eigenaar. Niet verhandelbaar. Maar ik vind die op zich beter dan Matić. Dus ik denk dat wij... Ik denk dat wij zo gaan doen. Ik denk dat wij Marcelo inleveren en zo. 81 teamgeest. Ik weet niet eens of dat de opstelling is en alles. Die SBC is net uitgekomen. Hoop ik. Yes, daar is hij, de tweede. Natuurlijk op elke zondag en dinsdag komt hij uit. Alright, ik hoefde dus alleen Tofan nog te kopen. Voor de rest had ik de spelers allemaal al. Matić en Marcelo, waar gaan jullie dus verlaten? Ik denk dat ik de licht in mijn club kan houden. Niet dat we de licht gaan gebruiken, want dat vind ik het lastige. Hij linkt al met Team of the Season Zoet en met Van Ginkel. Maar voor de rest eigenlijk niet met heel veel spelers. En Van Ginkel vind ik niet goed genoeg. Oké, hey. Dit is een van de laatste zieke dingen die we waarschijnlijk gaan doen op de Rode Glorie. Het is niet handig om te zeggen, want dan kijken jullie misschien niet. Maar goed, dat is gewoon zo. Hier kan een hele goede speler in zitten. Er zit sowieso een goede speler in. Maar er kan ook een speler in zitten die wij bijvoorbeeld allemaal niet kunnen gebruiken. Een Koulibaly gaan we niet gebruiken. Elke verdediger eigenlijk gaan we niet gebruiken. Ik wil gewoon dat er een zieke speler in zit. Jij wordt bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Een blauw duimpje omhoog zou super tof zijn. Vergeet niet te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. Daar komt het pakketje. De vorige hadden we Aguero. Was heel gelukkig. We krijgen nu een Spanjaard. Is dat Ramos? Jazeker wel. Jazeker wel is dat Sergio. Mooi boy, toy boy Ramos. Mijn favoriete verdediger. Oh jongens, dit is een hele lekkere. Dit is een hele lekkere hoor. Oh. Die vind ik heel goed. Sergio Ramos. Ah, nu moeten we het team weer gaan omgooien. Nu moeten wij het team weer gaan omgooien. Hoe gaan wij dit doen, jongens en meisjes? Hoe gaan wij dit doen? Geen idee. We gaan het meemaken. In de volgende aflevering van Never in the Glory. Jij wordt bedankt voor het kijken. En ik check jullie allemaal later. Joejoe.